Uh, retrohond Bo is een beetje verdrietig. He, Bo? Heel klein beetje verdrietig. Zo, ja. En de reden is ook niet niets. Want uh, ons retrohartje is, uh, ja, er is gewoon wat mee gebeurd. En waarom is dat? Ik laat het even lezen. Hop, het staat hier, hierbij: Dat Lou Ottens was uitvinder van het cassettebandje. Maar hij vond de CD beter. En wat is met Lou gebeurd? Lou is overleden. Dus eigenlijk de uitvinder van de cassettebandje en van de CD is overleden. En wat ik dan wel heel grappig vind, is dat juist het cassettebandje wordt genoemd uh, als zijn uh, ja, hoogste uitvinding. Vind ik wel mooi. Dit, dit, dit is Lou. En uh, ja, Bo, kijk, die is helemaal van slag. Die gaat helemaal tegen me aan zitten. Ja, Bo. Maar wij gaan Lou eren. Uh, met deze uitzending, want deze uitzending gaat, of uitzending, deze kleine vlogaflevering gaat over cassettebandjes. Heel leuk stuk uh, geschreven op de Volkskrant. Je kan hem ook gewoon googlen, Volkskrant Lou Ottens. En dan kom je vanzelf wel hierop uh, terecht. Er wordt ook gerefereerd naar een documentary mixtape, cassette-a-documentary mixtape uit 2016. Um, het staat dat hij op Prime te zien is, maar niet in Nederland. Dus ik denk dat ik hem ga kopen. Dus hij kan op de Apple Store worden gekocht. Dus uh, dat houden je nog van mij te goed. Want ik ben heel benieuwd naar die documentaire over het cassettebandje. Nou, we gaan eens even duiken in mijn cassettecollectie. En die zie je dan hier. Uh, ja, en weet je, uh, en dat is een beetje. Er zijn nog niet echt mooie opbergsystemen. Tenminste, die zijn er wel, maar die heb ik gewoon niet van cassettebandjes. Maar ik dacht het is ook wel even leuk om eens met jullie mijn doos cassettebandjes door te kijken. En uh, ja, hoe dat eruit ziet. Um, Vroeger had je allemaal dit soort bandjes, hè? ging je zelf opnemen en dat is wel even leuk. Uh, ja, toen ging je van een CD opnemen. En dat was toen echt helemaal hip happening. en happening. Deze bandjes weet ik nog wel, die waren heel goedkoop. Je betaalde ik echt een paar euro voor. Een paar gulden voor. Misschien één of twee gulden, en dan had ik deze al. Die Maxel waren helemaal niet zo duur. En ik heb nog van die cassettebandjes, weet ik nog wel, die heel goedkoop waren. Um, Akai. Dit waren weet ik ook nog waren aanbiedingen. Ook uh, een, een gulden of zo. Was vijf voor een gulden. Heel goedkoop. Die uh, ferro bandjes waren dat. Um, en natuurlijk de, de bespeelde cassettebandjes. En ik koop wel eens collecties op. En er zitten ook dingen bij waarvan ik denk: ga ik er überhaupt ooit naar luisteren? De golden trompet melodies. Ik weet niet of ik dat ga beluisteren. Maar ik heb hem wel. En dat kan niet iedereen zeggen. Dit zijn bandjes. Je ziet, deze is echt oud. En deze heb ik al mijn hele leven. Alleen op het Ik was vroeger, als kind zijn, was ik helemaal dol op. Hoorspelen, Nou, echt sprookjesbandjes noemde ik ze, want eigenlijk waren het sprookjes of vertellingen van een. Uh, ik laat even zien. Vertellingen van een. Uh, van een boek. Een boekvertelling of een boekhoorspel. En deze namen kwamen ook altijd weer terug: Hetty Blok, Koen Flink en Pieter Lutz. En ik, ik wist altijd als kind zijnde dat deze namen voor mij. Uh, dat vond ik fijne, na, fijne stemmen. Dus daar ging ik ook als. als, als een hoorspel of een sprookje uh, door deze mensen werden ingesproken. En dan was, ik, uh, dan was ik echt helemaal van de partij. Ja, joh. En uh, even kijken. Van mijn boer zie ik nog wat dingen ertussen. Peaceful Journey van Heavy D en de Boys. Heerlijk. En uh, ik weet niet of, dat hier, of je dat hierbij ziet staan. Maar meestal waren dit soort uh, bandjes ook metal. Oftewel had je, wist je dat je nog beter geluid had. Want dan ging het natuurlijk om. Dat het geluid. Toenam. Nou, kinderliedjes. Uh, kijk, de juwelen van Bianca Castelfiore van Kuifje. En uh, jij ziet hier ook een rare vlek op. Ik weet niet of ik ooit, ik denk wel een stift of iets heb gedaan. Waarom weet ik niet, maar uh, ja die zit er ook nog gewoon zo in. Dus deze kan ik ook weer afspelen. Nou, moet ik zeggen dat ik niet zo fan ben van Kuifje. En uh, deze week nog wel, die heb ik ook niet zo heel vaak afgespeeld. Maar ik vond het wel cool dat ik hem had. Dus dat is ook natuurlijk wel iets. Uh, Gloria Estefan, Anything for You. Ik denk dat die van mijn zus of zo is geweest. Ik weet het niet. Oh ja, dit vind ik wel heel leuk. Dit is, uh, dat had je vroeger ook, had je de single cassettes. Dus, uh, en die, wa die waren niet eigenlijk in een hoesje. Ik heb ze zelf in een hoesje gedaan. Maar eigenlijk kocht je ze gewoon in een kartonnen verpakking. Maar oh ja, ik bedoel, die hoesjes die gaan natuurlijk ook niet lang mee. En er stond maar één liedje, of een paar liedjes op. Eigenlijk een soort, ja, gewoon een single. Dus uh, daar had je dan uh, You're the One That I Want, uh, Grease Lighting en Summer Nights. En die stonden hierop. Dus dat is wel, uh, wel grappig. Dus uh, Of was het de Grease Mix, zit ik net te bedenken. Dat is ook voor mij een tijdje geleden. Ja, de Megamix. Oh, er was maar één liedje op de ene kant en één liedje op de andere kant. Maar wat ik net zei, is dus een Megamix. Dus dat is. Uh, ik zal ze daar even netjes in toetje doen. Ja joh, dus, uh, en dat is zo gaaf. Dit is voor mij weer uh, back-to-kijk, Dit deed ik dus ook. Ik weet niet of jij dat, jij dat ook deed. Gewoon, dan had je hem opgenomen en wilde je hem toch nog even mooi visualiseren. Met heel veel Janet Jackson's Rhythm Nation. En die thee, die moest er gewoon tussendoor, want ik dacht van, hé, hey, dat is mooi. Dat toen al had ik dat. <laughs> ja, grappig, hè? Yes, zo was ik met cassettebandjes bezig. Natuurlijk, ik kocht ze. Ik denk jij dat ook. En, eh, en ik nam ze op. The Gambler. Kenny Rogers. Dit is weer een sprookjesbandje. Alice in Wonderland. En dan heb je het weer. Het die Koen Flink en Pieter Lutz. Zie je dat? Dat waren echt helden als het ging om eh, inspreken van hoorspelen en van sprookjes. Ja, gaaf man. Nou, dus ik kan er nog wel even hiermee maken. Oh, dit is weer zo'n single cassette. Uh, black or white. En de reden was dat ik een Walkman had. Zoals iedereen. En uh, dat ik daarmee helemaal. Uh, dat ik daar meer aan had. Aan zo'n single cassette. Alleen ja, was het handig? Nee. Want je had maar één liedje. Maar dat deden ze er dus gewoon voor. Goede marketing trouwens. Dat je gewoon voor één liedje al iets kocht. Maar ja, een single is eigenlijk niets minder dan dat. Dus waarom niet ook bij cassettes? Ja jongens. Dus uh, dit is mijn, mijn collectie. En ik heb onder ook nog een paar bandjes liggen. Maar ik vind wel dat het een beetje als een afvalbak eruit ziet. Dus misschien moet ik hier eens een keer wat mee, mee wat gaan doen. En iedereen heeft, die cassettes heeft gespaard, heeft ook deze dingen. Echt mijn baggermuziek, vond ik altijd. Tenminste, het was eh, natuurlijk de bedoeling. Er was dan zo'n zo cadeau. Als je een plaat kocht of een cassettebandje boven een bepaald bedrag, dan kreeg je een, eh, een mu premie muziekcassette erbij. En er waren dan uh, wel hits hoor. Uh, "Unchange My Hunch, Joe Cocker natuurlijk. Uh, even kijken, wat ken ik nog meer? Uh, Herman Brood en his Wild Romance, Run To Your Life. full play van Robert Gray. Uh, In the Dutch Mountains, de Nits. Ja, daar had, ik, daar had ik nooit zoveel mee om heel eerlijk te zijn. En uh, Shakka Tak met Miss uh, Maniac en Sister Cool. Dat is toch zo'n lekker nummer. Ik kan er niks van horen, want anders worden we natuurlijk weggedraaid op YouTube. Oh, en deze dan: het, het, de lecturama luistersprookjes. Dat je zo'n box binnenkreeg en dat je al die sprookjes kon verzamelen. Hebben jullie die ook gehad? En uh, die werden dan voorgelezen door Frans van Duschoten, onder andere. Dus dat weet ik wel. Dat vond ik altijd super, super leuk. Dus ja, ik heb ze nog. Ik ben echt iemand die niet veel dingen weggooit. Als we gaan verhuizen, ook tot wanhoop uh, tot, ja, tot van de medeverhuizers. Nou, um, maar ja, nu kan ik er wel hele mooie afleveringen mee vullen. En natuurlijk, op de markt kreeg, kocht je dit soort bandjes. En het waren uh, nepartiesten. En ik heb wel eens in een retro smash uit in de gezegd dat uh, ik echt dacht dat sommige. Uh, ik had wel een Bonnie M uh, cassettebandje en ik dacht echt dat het ook zo gezongen werd. Maar toen ik de echte Bonnie M hoorde, toen was het voor mij weer nep. Dus zoveel invloed had dit voor, voor mij. En daarbij had je dan ook nog onder de toonbank bij zo'n... Uh, het verkeerde bandje zit er trouwens in. Bij de markt zei ik van mag ik de, de maanduitvoering? En die marktkoopman die keek me dan aan. Dan gaf ik vijf gulden. Het voelde best wel illegaal. En dan kreeg je dit bandje. En dat had hij zelf opgenomen. <laughs> Leuk hè? Ja, dit waren tijden, jongens. Dus de cassettebandjes. Dus uh, ja, of dat ooit weer terugkomt. Want, want ze zeggen dat het uh, dat cassettebandjes weer helemaal back, back zijn. En uh, ook weer dat er meer mee gaat gebeuren. Ja, ik moet het nog even zien. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het een leuke ontwikkeling. En, uh, en als jij uh, uh, nog, nog eens een keer een mixtape maakt, is dat super leuk het mixtape met je eigen bandje en dan in je Walkman te beluisteren. Ik zit even rond te kijken. Ik heb wel Walkman, laat ik je voor een keer wel even zien. Want dit was weer zo'n opwelling dat ik dacht: van... Hij is overleden en ik wilde toch even iets mee doen met Retro Smash met het kanaal. Verzamel jij nog steeds cassettebandjes? En uh, wat voor cassettebandjes uh, heb jij verzameld of heb je nog steeds? Uh, walkman, heb je nog een audio cassettespeler, een Sony Walkman of een andere Walkman? Welke had je? Uh, en, uh, en heb je hem nog steeds. Dus alles eigenlijk wat jou nu te binnen schiet, of tijdens deze video over cassettebandjes, laten we dat gewoon even weten. Hoi!